We gaan kijken naar de tweede halve finale van deze middag. Tussen Anderlecht, een grootmacht op de Future Cup. En een debutant, Partizan. Die als debutant hoge ogen gooit. En wie weet, wel de finale gaat halen. Of wordt het voor Anderlecht voor de vierde keer een treffen met Ajax in de eindstrijd. De Ridder. Onyeseke. Langzaam trekt Anderlecht de teugels wat aan. Schot nog via een verdediger van Partizan in het zijnet. Dit is de trainer van Partizan, Georgi Cvetković. Bijna iedereen mist die bal en nu de uitbraak van Partizan. Er is ondersteuning, maar vooralsnog gaat hij helemaal zelf en dat is geen gekke gedachte. Dit is de kans voor Partizan om voorsprong te komen en dan is dit een actie op de bal. Nou, daar gaan we natuurlijk nog wel eventjes naar kijken. Martinović met een pijnlijke schouder. Nou, heel goed werk van Radoslavljević. En het is inderdaad een actie op de bal. Voortreffelijk gedaan door Alexander de Ridder. Goed gezien door Shirkula. Daar komt Partizan andermaal. En nu laat hij zich niet verrassen door een tackle, maar is het doelman Segers. Goed gepakt met de voeten door Segers, die het schot van Martinović ook recht op zich af ziet komen. Hier is Van de Ven. Kijkt één keer voor de goal. Ziet geen paasje, dus gaat hij maar zelf. Van de Ven. Een beetje flauw zijn uithaal. Of wat meer pit in gekund. Misschien dat ook de vermoeidheid zo langzamerhand een beetje toeslaat in het uitvoeren van de kansen en de keuzes. Hoe gaat dat hier als Gale er vandoor gaat? Onyeseke. Het moet nu toch een keertje echt leiden tot een treffer in de korte hoek. Laat Jovanović zich niet verrassen. Ging voor eigen succes. Jaden Onyeseke. Nou, goed werk daar op het middenveld. En had hij misschien gelijk voor de goal moeten geven? Ja, dat is achteraf makkelijk oordelen natuurlijk. Makević, Martinović. Hier komt de kans aan voor Partizan. Maar wie neemt hem waar? Uiteindelijk is het schot dat trefzeker is van Eldin Bajramović. Ja, Partizan leidt. Hij wijst even op het embleem van de club. Eigenlijk wordt het steeds afgeschoven, het schieten. Goed het overzicht bewaard door Radoslavljević. Dan is de hoek niet heel makkelijk, maar schuift hij hem wel echt ijzersterk binnen via de binnenkant van de paal. Eldin Bajramović is de naam. Een Partizan de club. Bergwijn en Hato ook aanwezig bij deze halve finale. Waarin Partizan weer een kans gaat krijgen, maar dit is misschien iets te egoïstisch gedaan. Als je er één hebt gemaakt, betekent niet dat je gelijk ook de tweede moet maken zelf. Ja, dit is dus die nieuwe regel. Je kunt vanaf deze plek ook gewoon de bal voorslingeren en dat levert bijna een kans op. Maar het levert een kans op. Maar geen treffer. Je kunt wat meer opportunistisch gebruik gaan maken naarmate de tijd vordert bij dit soort situaties. Want dit is natuurlijk misschien nog wel een betere plek om een bal voor te slingeren dan in een cornerplaats. Ho. Sterk de bal afgeschermd. Radoslavljević. Meegeven, nu voor de goal en binnenlopen. 2-0 Partizan.
En weer sterk gedaan door Radot Savljevic, die hem goed meegeeft aan Martinovic. En het laatste zetje is misschien wel het makkelijkste zetje. Het laatste zetje wordt gegeven door Kubovic. ...2-0, Partizan. Prima omschakelmoment. Zijn tweede van het toernooi maakte een omhaal wel van dichtbij. Terwijl Peters vermoedelijk niet zo tevreden is. Inmiddels met een moede wanhoop Anderlecht. Sila. En dan kan die wanhoop ineens hoop worden als hij dit spectaculair doet. Maar Jovanovic de 1-2 verhindert. Sila, die dit heel stijlvol doet. Goed gekeerd door Jovanovic. Anderlecht zometeen tegen Paris Saint-Germain om het brons. En de eindstrijd op deze Future Cup zal gaan tussen Ajax en Partizan. Oh, niet zeker. Nou, nog een kopballetje van der Ven. Maar dan zit het erop. Partizan als debutant naar de finale op deze Future Cup. En dat leidt al tot tevreden gezichten en blijdschap. Weer geen finale voor Anderlecht voor de vijfde keer ten onder. In de halve finale voor de vijfde keer op rij. Partizan, ze willen het weten. Hij maakte de 1-0 bij Ramovic. De tweede werd gemaakt door Grbovic, die nu al op 3 goals staat. En dus ook nog in de race is om de topscorerstitel.